Mats, een harde nederlaag vandaag in Leeuwarden. Kunnen we spreken van de totale off-day? Dat weet ik niet. Ik denk dat we bij Vlagen best wel weer goed voetbal laten zien, maar achteraf hebben we er helemaal niks aan. Het gaat erom om verdedigen, goals niet tegenkrijgen. En dat doen we gewoon niet goed genoeg. Ik denk dat we de goals weer veel te makkelijk weg hebben gegeven. Op momenten waarin het onnodig is dat je de overhand hebt. En hij is gewoon heel matig. Hoe kan het zo zijn dat jullie vandaag de goals zo makkelijk weggeven? Ja, het is moeilijk om te zeggen. Ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is. Het ligt even met coaching te maken, met elkaar bezig zijn, maar ook scherpte van iedereen voor zich. En het juiste moment doorstappen of niet. Zoveel factoren komen daarbij kijken. Die zullen we weer gaan analyseren, maar het is duidelijk dat dit gewoon niet goed genoeg is. Was dat ook terug te zien in het balbezit, waar we toch wel aardig wat balverlies hadden? Ja, ook. Ik denk bij Vlagen kan je ze best naar achter dwingen, maar bij Vlagen geef je de bal te makkelijk weg, waardoor je hun ook in hun spel laat komen en het publiek erachter komt. De eerste helft zijn ze nog een groot gedeelte aan het fluiten. En dan krijg je 2-1 tegen vlak voor rust en dan gelooft iedereen er weer in. En dat mag ons gewoon niet gebeuren. Toch creëer je nog een aantal kansen. Nou, dat loopt niet helemaal lekker en uiteindelijk is Cambuur toch wel effectief. Heeft dat ook de doorslag gegeven vandaag? Ja, denk ik wel. Niet goed genoeg verdedigen van onze kant. En ik denk dat zij 4-5 keer op goal hebben geschoten. En alles vloog binnen. En zo'n dag heb je misschien een keer. Het is duidelijk dat dit niet nog een keer mag gebeuren van onze kant. Daar zullen we alles aan doen. Dat is helemaal duidelijk. Net waren we nog even voor het uitvakken een fotootje aan het maken. Hoe erg missen jullie de supporters ook vandaag? Ja, dat hebben we vooraf al besproken. Die missen we natuurlijk heel erg, maar dat mag geen excuus zijn voor een 4-1 nederlaag. Met of zonder het publiek mag dit gewoon niet gebeuren. Ja, veel tijd om te balen is er niet, want vrijdag staat de volgende wedstrijd alweer op het programma tegen RKC. Dan kan je meteen een mooie revanche pakken. Ja, misschien wel lekker dat je snel weer door kan. Deze wedstrijd goed analyseren en gelijk weer richting RKC werken aankomende vrijdag. Gewoon weer een hele belangrijke pot thuis. En kunnen we de steun van iedereen weer goed gebruiken. Veel succes vrijdag.